nieuwe koplampen, een nieuw infotainment systeem. Dat zijn vaak de voornaamste ingrepen bij een facelift. En bij de Kia Stonic is dat niet anders. Auto stamt alweer uit 2017 en heeft sindsdien steeds meer concurrenten die hij van zich af moet slaan. En dan kun je alle hulp die je kunt krijgen goed gebruiken. De Opel Crossland is evengoed van 2017. Maar waar je de vernieuwde Stonic slechts met moeite van het oorspronkelijke model kunt onderscheiden, is bij deze Opel in één oogopslag duidelijk dat je met de allernieuwste versie van doen hebt. Blijven die verschillen zo groot wanneer we de crossovers één op één met elkaar gaan vergelijken? Ik moet zeggen, de facelift van deze Opel Crossland, dat is wel een dankbaar, hè? Er staat wat i op zijn wieltjes, maar hij ziet er lekker uit. Nou, Wisse, dat ik het nog eens mee mag maken, dat je het met me eens bent. Ik ben benieuwd of je dat de hele video volhoudt. Nee hoor, maak je geen zorgen. Hoe dan ook, waarom ziet die Crossland er zo lekker uit? Dat heeft alles te maken met het nieuwe familiegezicht van Opel. Dat noemen ze de Opel Visor. En ze zeggen dat de vorm van de koplampen en de grill in één stuk, dat dat gemodelleerd is naar het vizier van een integraal helm. Nou heb ik toevallig mijn motorrijbewijs en een helm. Nou, knappe jongen die hier een vizier van een integrale helm in ziet. Sorry dat ik het zeg. Nou, hoe dan ook. Het smoelt in ieder geval beter dan het was. En we gaan dus nog veel meer Opels zien met dit type front. Hij heeft ook een iets andere naam gekregen. Toen de Crossland debuteerde was dat met de naam Crossland X. Die laatste letter die laten ze voortaan weg. En de nieuwe type naam is over de volle breedte van de kofferklep uitgeschreven. Ja, de Kia Stonic die is minder heftig gefacelift. Hij is wel gefacelift. De belangrijkste wijziging zit onderhuids, want een Kia Stonic heeft tegenwoordig altijd een mild hybrid. Wat kost hij dan? Nou, hij is er vanaf €21.795 en daarmee is hij gelijk goedkoper dan die brommerhelm van Frank. En ga door. Die krijgt een rijkere uitrusting en die krijgt een sterkere motor. Dus. Ja, maar je doet nou net alsof die duizenden euro's duurt, of dat de Opel duizenden euro's duurder is dan de Kia. Zo werkt het niet, hè? De Crossland is er al vanaf €21.999. Dus dat scheelt €200 en nou, een beetje ja, mag het maar toch, in vergelijking met de Kia. Maar wat wel een gevoelig puntje is, jij begint er niet over, maar ik ga het toch even noemen. Kia, ik snap dat je het niet meer over begint, inmiddels is het gemeen goed, 7 jaar fabrieksgarantie. Deze Opel, 2 jaar. Ja, ik denk ik zeg het niet, maar ja. Het is toch even een dingetje. Ik vind het als een sneeuw voor hem. Je krijgt wel een grotere auto voor je geld, maar daarover later meer. Zeg maar, Buma, hoeveel pk is het ding voor jou dan? 130. Ja, deze ja. Maar ja. En de instapper? De instapper heeft er 83. Ja, en die hebben wij eerder een keer getest. Ik kan me nog heel goed herinneren. Niet doen, die moet je echt niet doen. Doe dan deze. Je kan ook gewoon die Stonic doen. Die heeft namelijk 100 pk. En hij heeft gewoon een rijkere veiligheidsuitrusting. Bij die Opel moet je voor een noodstopsysteem al de optielijst in. Dat vind ik eigenlijk niet kunnen. Deze auto heeft gewoon dat dus. En hij heeft vermoeidheidsherkenning en actieve rijstrookassistentie. Maar goed, nu de testauto's. Dat is een iets ander verhaal, zoals het altijd gaat. Het is namelijk niet de goedkoopste Kia Stonic die je kunt krijgen, maar juist de duurste. Dat is de 1.0 TGDI GT Plus Line. Hey. Dus. En dat kon dus niet op de achterkant. In één keer, dames en heren. Ja. En die kost €31.995. Maar dan heb je wel het hele boekje erop zitten. Echt alles. Ik noem stuur- en stoelverwarming. Ik noem dikke wielen. Ik noem een schuifdak. Kortom, alles wat je hartje maar begeert. Scheelt het dan nog steeds €200 tussen deze twee? Dit is de Opel Crossland 1.2 Turbo Ultimate. Heeft een automaat. Oh, die heb ik ook, 130 pk, zoals ik al aangaf. En het is de duurste Crossland die je kunt kopen. Maar dan ben je ook wel €36.399 verder. 31.000. Deze, hè? Ja, ja, daar was ik al bang voor. Sowieso dik 36 miljoen voor een B-segment crossover. Dat is wel een hele hoop geld. Nou is het zo dat Opel tegenwoordig 2 modellen aanbiedt in dit deel van de markt. De nieuwe Mokka komt daar ook in uit. Schrale troost, die auto is gelijksoortig uitgerust. Nou ja, marginaal voordeliger en hij is ook een stukje kleiner. Maar als je dan zo'n grote som geld op tafel legt, dan zit je er in ieder geval warmpjes bij met ergonomische comfortstoelen en een navigatiesysteem.
En een schuifdakkie? Glazen dak heeft hij van mij. Oké. Okay. 700 euro extra. En door! De vernieuwde Opel Crossland is langer, breder en hoger dan Gert's Kia Stonic. En dat brengt natuurlijk allerhande voordelen met zich mee. Bijvoorbeeld meer beenruimte op de achterbank en een grotere kofferbakinhoud. Je kunt in deze Opel minimaal 410 en maximaal 1255 liter bagage meenemen. Dan heeft deze testuitvoering ook nog eens een verschuifbare achterbank met verstelbare rugleuningen. Dat is natuurlijk uitermate praktisch. Ja, het is wel een beetje jammer dat je die achterbank voor jou alleen op de duurste versie kan krijgen. Of je moet hem als optie bijbestellen en dan moet je gelijk ook leder erbij kopen. En dan moet je nog steeds een van de duurste uitvoeringen kiezen. Dus ik vind het een beetje wassenneus die bank voor jou hoor. Maar je was wel zo enthousiast over de beenruimte, hè? Maar hoe zit het met de hoofdruimte in die auto? Ja, die houdt vanwege dat optionele glazen dak niet over. Ja, dat dacht ik al. Dan kan je dus beter in de Kia gaan zitten. Kijk, die is weliswaar iets kleiner van binnen dan die Opel. De kofferbak is ook kleiner. Ik geef het gelijk maar toe, voordat jij mij dat gaat inwrijven. 352 liter met de bank op zijn plek, 1155 liter met de bank plat. Maar je kan tenminste rechtop achterin zitten in de Kia. Jij ook. Ik ook. Ja, je kan die bank dan wel niet verschuiven, maar jij eigenlijk ook niet. Ik zei het in het begin van de video al, de Kia Stonic heeft voortaan altijd een mild hybrid aandrijflijn. Nou, wat houdt dat nou in? Nou, dat betekent dat de benzinemotor een beetje wordt geholpen door een startgenerator. Dat is een, zeg maar, een uit zijn krachten gegroeide startmotor die hier en daar die auto een beetje mee kan helpen duwen. Hij wint ook energie terug en zet dat om in stroom en gebruikt het dan weer op momenten dat nodig is. Het is geen echte hybride, want die elektromotor is niet in staat in zijn eentje die auto aan te drijven. Hoe zit het bij jou eigenlijk? Ja, dergelijke milieuvriendelijke techniek vind je niet onder de kap van de Crossland. Nee, daar ligt gewoon nog een traditionele 1,2 liter driecilinder benzinemotor met turbo, goed voor 130 pk en 230 Newtonmeter. En die krachtbron zal in zijn eentje de semi-terreinwagen voort moeten bewegen. Dat betekent dus ook geen voordeeltjes bij de pomp, zoals de Kia die wel biedt. Opel rept in de folder over een verbruik van 1 op 16,4. Onze meting loopt nog, maar op het moment dat we deze opnames maken, zien we 1 op 16,1 op de boordcomputer staan. En toegegeven, voor een auto met een automaat is dat niet verkeerd. 1 op 16,1? 1 op 18,2. Nu. Wat moet hij doen volgens Kia? 1 op 18,9. Dus dat gaat best wel goed. Heeft ook met de bestuurder te maken. Hoor. Nee. Ja. Wat hangt die dan onder de motorkap? Behalve dat die mild hybrid is. Nou, dit is een driecilinder. Goed voor 120 pk en 200 Newtonmeter. En hoe rijdt dat dan? Nou, dat ligt er een beetje aan in welke stand je de hele aandrijflijn zet. Hij heeft er 3. Start je hem, staat hij altijd in eco. Dat vind ik eigenlijk best wel irritant. Want je wil hem het liefst in normal hebben, want dan rijdt hij het lekkerst. Het heet ook niet voor niks normal. Zo is het. Wisse, ja? Hoe bevalt jouw automaat eigenlijk? Dat is een 7-traps automaat. Ik wil niet zeggen dat hij naadloos schakelt, maar ik heb er niet aan gestoord. Zo. Jij dan? Nou, de automaat van de Crossland die telt 6 verzetten. En onderweg is de bak, nou, ik mag wel zeggen, nadrukkelijk aanwezig. Goed om te weten is dat de Opel geen verschillende rijstanden heeft. Je moet het dus doen met hoe de aandrijflijn staat afgesteld. En dat is behoudend. Hij schakelt snel op. Met als gevolg dat je in de hoogste versnelling weinig toeren maakt. En dan gaat die motor nogal van brommen. Daarnaast is het sowieso een behoudend type. Want bij het verkeerslicht moet je echt forceren dat hij van kiet gaat. En dat wordt nog eens verergerd door het start-stop systeem. Als je dat niet uitschakelt, gaan ze geheid toeteren achter je. Want het is echt heel traag. Hey, en geluidscomfort bij mij, dat is eigenlijk wel een minpunt van die Stonic, moet ik eerlijk zeggen. Je hebt onwijs veel bandengeruis. Dat is echt in de mate dat het onplezierig wordt voor het rijcomfort. Ja, de Opel is sowieso rumoerig. Je hebt geluid van de banden, maar je hebt ook geluid van de wind. En dan nog van de driepitter zelf. Besturing is licht, maar je zit dan wel weer aangenaam hoog. Brengt wel met zich mee dat de auto wat meer beweegt, hè, in de bocht. Maar dankzij die fantastische comfortstoelen waar ik het eerder al over had, blijf je zelf in ieder geval op je plek. Zeker weer een optie? Nee. Oh. Nou ja, niet voor deze. Zie je. Ja, dit is een leuk onderdeel, vind ik. Die Kia, die heeft zoveel systemen erop zitten. Dat is niet normaal. Van adaptieve cruise control tot kruisend verkeer achter die Stonic. Het zit er allemaal op. Ja? Ja. Vind je dat ook leuk, dat het erop zit? Nou,
Je zegt dat je het een leuk onderdeel vindt. Ja, dat is... Ja, nou, leuk is een groot woord. Ja, ja, want, ik zal je vertellen waarom. Het zit er inderdaad wel allemaal op, maar het werkt niet echt verfijnd. Neem nou die adaptieve cruise control. Dat is op zichzelf best leuk, denk je dan. Maar deze staat zo voorzichtig afgesteld, want als je van rijstrook wisselt en die andere auto spoelt helemaal uit beeld, dan gaat hij snelheid maken. En dan zitten de mensen achter je in die rijstrook inmiddels helemaal... Ja. Dus dat is niet fijn. En je kan daar niks aan veranderen. En de adaptieve rijstrook... Nee, de rijstrookassistentie... die staat altijd aan. En die is, ja, die is net te dwingend. Heeft dat niet ook met de bestuurder te maken? Dat heeft helemaal niks te maken met de bestuurder. En de dode hoekbewaking, ook zo'n ding. Op zichzelf vind ik dat een heel fijn systeem. Maar niet in die Stonic. Hij geeft zo'n keiharde piep. En je moet wel zoveel afstand houden van anderen die jij hebt ingehaald. Of wil gaan inhalen. Of die naast je zitten. Ik heb het uitgezet. En dat uitzetten, dat is niet een kwestie van even op een knopje drukken. Dan moet je een menu in. En zoeken. En dat... Nee. Moeten ze toch nog maar even bekijken, de Kia. Soms is het beter als je gewoon minder te kiezen hebt. Zoals in het geval van de Crosslamp. Ja, dat wil je leuk uit. Een minder rennende engeltjes aan boord. Wat wel kwalijk is, is dat je voor de systemen die beschikbaar zijn, zult moeten bijbetalen. Bijvoorbeeld ook voor een noodremsysteem. Jij haalde het aan het begin van de video al aan. En dat is anno 2021 toch een beetje schunnig. Vooral omdat het systeem van de Opel alleen werkt bij stadssnelheden. En vandaag de dag mag je toch verwachten, ja, dat ze op de snelweg ook nog ingrijpen. En zeker voor 36 mil. Weet je wat wel fijn is? Als je dan tabak hebt van zo'n rijhulpsysteem, dan voorzien de Duitsers in ieder geval nog in een traditionele bedieningsknop om de boel het zwijgen op te leggen. Ja, daar ben ik wel jaloers op eigenlijk. Nou, tot slot. Beide auto's, maar dat is bijna bij alle auto's tegenwoordig zo, hebben slecht zicht rondom, vooral schuin achteren, forse dode hoeken bij allebei. Als je zo naar die Crossland kijkt, dan verwacht je misschien dat die auto ook buiten de gebaande paden zijn mannetje staat. Zo is hij natuurlijk wel getekend, want laten we wel wezen, mensen willen tegenwoordig een stoere auto voor de deur. In het geval van de Opel is het niet allemaal schijn, want het is natuurlijk een voorwiel aangedreven auto, geen vierwiel aangedreven auto, maar er zit een stukje techniek op waardoor je toch meer grip hebt. Een soort adaptieve tractiecontrole die voorkomt dat je wielen doorslaan in de modder of bijvoorbeeld in ijs of sneeuw. Ja, ja, met de Kia kan je beter niet het asfalt verlaten, maar gewoon lekker op het asfalt blijven. Maar je hoeft ook helemaal het asfalt niet te verlaten. Sowieso beter, hè? Altijd de glimmende kant boven. Ja. En je kan zelfs net doen alsof je in het terrein rijdt. Ja? Want deze auto die heeft een aantal speciale geluiden in het audiosysteem zitten. Joost mag weten waarom, maar ik vind het wel leuk. En een van die geluiden zijn bosgeluiden. Heerlijk. Oh, ja. Laten we even luisteren. Ja. Lekker toch? Lekker, hè? Ja. Weet je wat je ook niet moet doen? Nou? Proberen een caravan achter onze auto te staan. Ja, hè? Dat is waar. Ja, jij hebt geloof ik net een iets hoger trekgewicht dan de Crossland. 900 kilogram. Ja, 840 kilo, ja, dat is net niks. Nee. Ja, en wat de auto's ook allebei gemeen hebben, is een nogal slechte instap achterin. In het geval van de Stonic moet je over de wielkuip heen stappen. En bij die Opel zijn die achterdeurtjes gewoon heel erg klein. En dat is heel erg vervelend, zeker als je zo lang bent als Frank. Ja, of bijvoorbeeld de kinderstoel aan boord wilt hijsen. Oh ja, daar heb jij natuurlijk ook last van. De Crossland heeft een variabele bagagebodem. Hartstikke goed natuurlijk, maar... En dat is helaas niet de eerste keer dat deze video te sprake komt. Alleen deze Ultimate uitvoering. Dat betekent dus dat alle andere Crosslands, de goedkopere varianten, een flinke tildrempel hebben en geen vlakke laadvloer. Ja, daar kan ik over meepraten hoor, over tildrempels en vlakke bodems en zo. Maar hebben we verder nog iets positiefs te melden over deze auto's? Nee. Jawel. Bijvoorbeeld dat ze allebei een stroompunt hebben voor de passagiers achterin. En dat is fijn als je een lange rit gaat maken met de kinderen. En in het geval van de Crossland heb je nog een traditionele kachelbediening. Oftewel, de knoppen daarvoor zitten niet in een menu weggestopt. Nee, je kan gewoon lekker draaien en drukken. Ja, dat is fijn. Ja, dat is fijn. Het infotainmentscherm van de Kia Stonic, dat zit mooi hoog op het dashboard en is daardoor hartstikke goed afleesbaar. Opel heeft dienst Crossland een grondige opfrisbeurt gegeven en wat mij betreft met resultaat. Want ik vind hem er beter uitzien dan toen het model 4 jaar geleden voor het eerst op de markt verscheen. Bovendien is het nog steeds een van de grootste B-segment crossovers die je kunt kopen,
maar daar hebben we de pluspunten dan ook wel meteen gehad. Want de Duitsers laten hier grof bij betalen voor praktische gebruiksmogelijkheden en een serieuze aanvullende veiligheidsuitrusting. Daarnaast is de Crossland knap rumoerig en dat voor een gepeperd prijskaartje. De Kia Stonic is zeker niet zonder fouten. Zo zitten de rijhulpsystemen je eigenlijk behoorlijk in de weg en dat maakt flink wat lawaai. Staat tegenover dat hij voortaan altijd een mild hybrid systeem heeft met alle positieve gevolgen voor het brandstofverbruik. Nou, tel daarbij het fijne rijgedrag bij op en die 7 jaar fabrieksgarantie. En dat maakt de Stonic tot de winnaar van dit vergelijk. Zeg Buma, doe jij je helm weer even lekker op, kan je naar huis.